het was echt zo koud. Oh, jeetje. Zuster Lea. Hallo. Het is vandaag donderdag, 4:15. En ik heb een beetje chaos in mijn hoofd. Dan helpt het ook niet meer als het huis niet opgeruimd is. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Ik had een mandje voor Nick en een mandje voor Lea. Nu ook hun spullen zijn weer allemaal door elkaar. Hier ligt speelgoed van de kids. En ik wilde dat net opruimen, maar we moesten relatief gehaast de deur uit. Hier hetzelfde. De afwas. En een wasje is gedraaid. Dus die moet ik nu weer uitruimen en ophangen. Boodschappen nog niet compleet, waardoor ik dus vanavond niet zo goed weet wat ik moet koken. En de ramen zijn echt, ja, gelukkig schijnt de zon er nu niet op, maar je ziet van dichtbij. Nou, die zijn in ieder geval ook officieel. Wat doen jullie als het een puinhoop is in jullie hoofd en huis? Ik laat gewoon het speelgoed liggen en ik probeer gewoon de kop in het zand te steken. In ieder geval ga ik mijn creativiteit stoppen in het maken van een lekker gerechtje voor vanavond. Creatief ook in die zin dat ik ga bedenken hoe zorg ik ervoor dat Nick zijn groentjes binnenkrijgt. Ik ben dus hier creatief bezig met mijn saladebar. En kom ik weer een huis- en een keukentip tegen. Want ik heb laatst een keer, dat kreeg ik ook een glas niet op. En toen ben ik dus naar de buurman gelopen. Zo van, ik mij helpen. Wat hij dus deed, is dit. Dus je hoeft nooit meer naar de buurman of zo, of je man vragen, of iemand die dus sterker is dan jij. Ik heb het laatst al heel eventjes aangehaald wat betreft het eten van groenten. Nick at vroeger super graag en veel groenten, zelfs sla, blaadjes, maakt niet uit, alles at hij. Wat ik dus nu doe, is ik maak dus vaak zo'n soort schoteltje. En die zet ik dus gewoon op tafel. En ondertussen ben ik nog aan het koken en vaak zit Nick aan de tafel te kleuren. Op dat moment dat hij daar dus zit en dat ding daar staat, bedient hij zich er wel van. En begint hij dus gewoon van die groenten te eten. En eet hij dus meer dan op het moment dat we samen aan tafel zitten en wij erop gefocust zijn dat hij eet. Dus ja, misschien voor jullie ook een tip. En wat ik dadelijk ook weer ga proberen. Vorige keer heeft hij dat volgens mij dus meegekregen dat ik jullie dat vertelde. Maar ik ga dadelijk dit koken. En dan maak ik daar een pureetje van. Dan hoop ik dat die niet groen is, want volgens mij heeft hij dat dan ook door. Misschien moet ik er wat kaas en weet ik het wat doorheen gooien. In ieder geval pureer ik dat als zijnde saus, dus dan heeft hij die groentjes wel, wel gepureerd. En dan geef ik hem daarnaast vooralsnog ook de grote stukken, de hele stukken groenten. Maar dan hoop ik dat hij op die manier toch ook nog extra iets binnenkrijgt. Dit is de saus. Saus. Tomatensaus. Volgens mij gaat het goed erin. Hey, je hebt het al bijna op, schat. Is het lekker? Ja. Ga eens goed zitten. Dan schuif ik even aan. Lekkere saus, hè? Ja. Water is klaar. Warmte is klaar. Het is 19:30, vrijdagavond. Maarten is nu naar de vergadering toe. En net voordat hij ging, zei ik tegen hem, ik zeg, ik hoor een raar geluid. Er is een waterleiding gesprongen in de garage, heet water, overal. Ik kwam gewoon stom tegemoet. En wat gaat ons dat kosten? Moet ik afscheid nemen van mijn vakantie? Of is het gewoon een stukje leiding vervangen? Ik weet het niet. Wordt vervolgd. Hey, het is zaterdagochtend. Ja, zoals ik gisteren dus zei, is de waterleiding gesprongen in de garage. Warm waterleiding. Dus ik heb net... Mijn haar, ja, douchen, koude douchen, dat kreeg ik echt niet van elkaar. Want het water wat dus nu uit de leiding komt, is niet gewoon koud water, maar is gewoon ijskoud water, want het vriest. Dus ik heb wel mijn haren gewassen net met dat ijskoud water. Ik ging kapot, het was echt zo koud. Ik kreeg er echt wel meteen hoofdpijn van. Maar het is gelukt, volgens mij zit er nog super veel shampoo in, ik weet het niet. Dus ik ben even aan het klaarmaken. Ik heb een trui, jurk, trui, weet ik veel... Kocht kindermaat Hema. Ik laat het jullie even zo zien. Okay. En dat doe ik dan dadelijk met mijn hoge winterlaarzen, weet ik het, combineren. Ik ben het klaarmaken, want we gaan ter ere van mijn zusje de verjaardag, 29 wordt, dan gaan we gezellig lekker ontbijten in een of ander vintage-achtig restaurantje. Dus oké, jongens, dit is het dan.
van Lea, wat is dat nou? Hondje. Bibi hondje. Ja, wat zo leuk. Bibi hondje. Nee, kom eens even mee. Nee. Mijn vader en Paul zijn op visite. En overal waar mijn vader komt, daar moet hij klusje hier, klusje daar. Mijn vader is timmerman, een hele goeie. Dus nu, wat gaan we nu doen? Dit raam heeft hij net gerepareerd. En nu, de deurklink die valt er iedere keer uit. Dus ja, papa regelt het wel eventjes. Welcome to the Sunday afternoon walk. Ik heb hier een paar buggy problemen. Het is ook niet zo goed. En ik vind het ook lekker om even te chillen. Nou, Lea is weer moe. Kijk of ze gaat slapen. Het is zo lekker weer. Kijk nu. Oh, en wat is het vandaag? Oh ja, het is zondag, had ik al gedaan. Nee, maar ik bedoel welke maand. Is het januari? Ja, het is nog steeds januari. Het is nog steeds winter. Het is wel koud. Lekker warm, hè? Lea, ga je lekker slapen? Zo fijn deze buggy. Die kun je gewoon helemaal plat leggen. Dan kan ze lekker slapen. Het is wel 3 meter lang, maar dat maakt niet uit. Martin en ik, we hebben het over onze vakantie. Nog steeds. Lukt je lekker dit, schat? Hoe schaatsen? Wanneer hebben we hier geschaatst? 2012? 2011? Weet je dat nog zo goed? Walk on water. I would walk on water just to be with you. Na na na. Fight. Na na na. Gezellig hier. Ja, schat. Hallo. Hi, schat. Gaan we verder lopen? Het is maandagochtend, Lea ligt op bed, Nick is op school. En ja, dan is er dus heel even tijd voor mezelf. En dan ben ik 20 dingen tegelijk aan het doen. Het huishouden is zo ver onder controle nu. En ja, wat hier allemaal ligt is een snackje met wat drinken. De laptop om eventueel wat te editen. Lea. Ik heb vorige week een nieuwe Bijbel gekocht met waar je allemaal tabs in kan doen en leuke dingetjes in kan plakken. Eventueel daar kan ik mee aan de slag gaan. Ik heb de tweede. Ja. Ja. Kom, dokter Lea! Mag ik even naar
afluisteren? Ja, je mag. Hij komt nog. Gelukkig. Nico. Nico. Je mag Mag ik door? Ja. Voor de volgende ronde. Ja. Dag. Wat is dat eigenlijk? Een thermometer. Zuster Lea. Zuster Lea komt ook nog even. Ja? Sinterklaas was geweest. Oh, ik heb een cadeautje van Sinterklaas. Hi. Kom je mij ook onderzoeken, zuster? Slapen. Slapen. Nee. 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 Hallo, zuster. Zuster, wat gaat hij doen? Ik heb geen pijn. Bij Osmeer. Bij Osmeer. Wat zegt u, zuster? Heeft u pijn? Een dekje op je knie. Het is hier beter. Ja, stukken beter. Eindelijk moet ik nog een drankje. Oh, is die vies? Nee. Oh, gelukkig. Baby, hij smaakt lekker. Ik hou nog een drankje. Ja, jullie zijn een beetje eng. Baby. Wat toch vies? Ja, oh, jammer. Kom maar op ermee. Als het moet, dan moet het. Baby. Piep, piep. Kom je wel even aan rust toe, zo hè? Wat er allemaal gebeurt als je gewoon op de grond even gaat liggen.